Hey groep 8, welkom bij les 5 en 6 van spelling. Vandaag gaan we bezig met ij-woorden, ei of ij. Wat je nodig hebt is het spellingsboekje en een pen of potlood. Als je dat nog niet hebt, pauzeer de video dan even en haal het op. We gaan vandaag leren hoe je woorden met ei en ij schrijft. Voorbeelden zijn trein, scheidsrechter, ijs of medicijn. Je moet weten dat het weetwoorden zijn. Je leert ze dus uit je hoofd. Dat heb je bijvoorbeeld al gedaan aan de hand van het ijweb. Als ik aan een woord denk met ij, denk ik aan weiland. Met ei. Maar jullie kennen vast ook allemaal wel iemand die een ij in zijn naam heeft. Denk even na. Wie zou ik bedoelen? Het goede antwoord is natuurlijk meester Eijen-Jan. Ook hij is een weetwoord. We gaan ook wat herhalen deze les, namelijk CHT en CH woorden. Bijvoorbeeld nacht en nachtegaal, waarbij je de GT hoort, maar CHT schrijft. En lach en goochelaar, waar je de G hoort, maar CH schrijft. Bij de CH zijn er maar een aantal woorden. Dit zijn ook weer weetwoorden. Je leert ze uit je hoofd. Oké, dan nu het dicté. Ik ga straks een zin voorlezen. En daarna zeg ik het woord dat je moet opschrijven. Ik ga wel vrij snel door het dicté. Dus na elk woord kun je hem even pauzeren. Totdat jij het woord hebt opgeschreven, dan weer play. De eerste. Hadden jullie al gehoord dat een tijger corona heeft? Schrijf op tijger. Twee. Het dier had verschijnselen van het virus. Schrijf op verschijnselen. Drie. Er is nog geen medicijn tegen corona. Medicijn. Vier. Wat altijd goed is, is je handen reinigen. Schrijf op reinigen. 5. Het is ook je plicht om nu binnen te blijven. Schrijf op plicht. 6. Dat is beslist door de overheid. Schrijf op overheid. 7. Hopelijk blijft iedereen dat doen. Ook tijdens de meivakantie. Meivakantie. 8. Ik wens jullie een goede gezondheid. Schrijf op gezondheid. Ging het dicté nou net iets te snel? Dan kun je even terugscrollen naar 1 minuut 40. Dan begint hij overnieuw. Maar we gaan hem nu nakijken. Tijger. Verschijnselen, lange ei, medicijn, let op de C, reinigen, plicht, CH, overheid, EI, meivakantie en gezondheid, ook met EI. Pauzeer het beeld even. En kijk rustig na en verbeter je fouten. Dus zet het woord erbij op de goede manier als je een fout gemaakt hebt. Je gaat straks 1, 2 en 3 ster maken. Bij 1 ster staan 8 woorden die je moet linken aan de betekenissen. Vul ze in op de goede plek van de puzzel en je leest van boven naar beneden een woord. Nog even 2 woorden. Een afscheiding is iets dat twee ruimtes van elkaar scheidt. En een omheining is iets dat je om een tuin kunt heen plaatsen. Bij 2 ster ga je het verhaaltje lezen. En ga je de woorden waarbij je iets mist overschrijven. En ga je invullen of er een EI of een IJ bij moet. En 3 ster, maak het woord af
en gebruik EI of IJ. Let op, het moet een woord in het meervoud worden. Dus OMH wordt omheiningen. AFW. Nou, dan moet je even goed nadenken, want je zou daar iets kunnen invullen wat we deze les al gehad hebben. Dus kijk even terug. Dat geldt ook voor sommige andere antwoorden. En er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dan nog een tip. Je kan op internet op zoek gaan naar een woordenboek. Dat is de website woorden.org/woord/woordenboek. Als je daarin bij zoek een woord invult, dan kan jij zien of het met IJ of EI geschreven wordt. Bijvoorbeeld het woord afwijzing. Je ziet meteen, het wordt met IJ geschreven. Je kan het natuurlijk ook in een woordenboek thuis opzoeken als je die hebt. Nou, succes met leren hoe je woorden met EI of IJ schrijft. Zet hem op!